Hey, welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel. Welkom op het kanaal. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. En welkom bij de 5 Minute Review van NOSQ Barbecue. Hierin gaan we, zoals de naam al zegt, producten reviewen. Nou, wat gaan we vandaag reviewen? De Thermowork Signals samen met de Billows. Nou goed, wat ik al zei, 5 Minute Review. Dus ik probeer binnen de 5 minuten te blijven. Dus laten we aan de slag gaan. Laten we 5 minuten op de klok zetten. Nou goed, welk product ga ik reviewen? Nou, de Signals samen met de Billows. Nou, wat zijn dat? Temperatuurcontrollers of een temperatuurcontroller met een fan. Nou goed, wat houdt dat in? Als je barbecuet, is het heel handig om precies te weten van oké, wat is de kerntemperatuur van je vlees? Wat is de temperatuur van je rooster? Of zeg maar, zodat je gewoon de barbecue stabiel kan houden. Daarbij komt dan ook nog de Billows. Dat is een fan die je erop aan kan sluiten. En die zorgt eigenlijk voor dat de barbecuecontroller, die meet continu van hey, hoeveel graden is mijn barbecue? Hey, moet ik een beetje erbij? Moet ik een beetje eraf? Hup, blazen, niet blazen. En zo controleert jouw barbecuecontroller de barbecue samen met de fan. Ik heb deze nu al in bijna een jaar denk ik toch wel in gebruik. Dus dan kan ik tenminste ook fatsoenlijk goed reviewen, vind ik. Laten we gewoon eens even kijken wat er in de doos zit. We beginnen met de signals. Goed, wat zit erin? Nou, als eerste krijg je natuurlijk de signals. Dan zitten er verder nog wat hele mooie temperatuurkabels bij. Cooking probes, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, het mooiste is, kijk, deze kunnen van min 50 tot 300 graden ongeveer. En de kabel kan 370 graden aan, maar ja, ze zijn natuurlijk voor low en slow bedoeld. Dus als je met 370 graden, dan ben je al de dingen verkeerd aan het gebruiken, maar het kan wel. Ja, goed, die zitten erbij, die zitten er 3 bij. Ik heb er al eentje kapot gemaakt. En deze zit er ook bij, en dit is de AirProbe is dit. En ja goed, die heeft dezelfde specificaties en daar zit dan ook nog zo'n klepje bij. En dan kan hij mee op de barbecue. Nou, verder zit dan ook inderdaad een USB-C kabel. Met de power adapter. En deze ringetjes. En die kun je dan om je kabeltje doen. Om je kabeltje erin. Dus dan weet je precies wat is. Dan pakken we even de Billows erbij. Nou, wat zit er hier bij de Billows? Nou goed, uiteraard de Billows. Samen met een afdichtingsdop. De afdichtingsdop. Dus dit is de ventilator. Dan hebben we hier nog wat adapters erbij zitten. Voor iedere soort barbecue. Nog een USB-C adapter. Die zet je dus tussen deze. En daarmee doe je de signals en de Billows allebei. Nog een USB-C kabel. En aluminium tape. Maar waar is die aluminium tape nou voor? Daar heb ik even voor moeten zoeken. Maar je hebt dus ook barbecues met meerdere uitgangen. En mocht je dus wat uitgangen dicht moeten zetten, dan kun je die daarvoor gebruiken. Dus er is overal aan gedacht. Er is overal aan gedacht. Wat betreft specificaties. De signals werken met wifi 2.4 GHz en Bluetooth. Bluetooth ongeveer geven ze aan 30 meter. Line of sight. Dus in een rechte lijn. Dus als je er muren ertussen hebt en alles, wordt het natuurlijk allemaal korter. Het is dus een vierkanaals barbecue thermometer. En daarmee kun je dus zeg maar 4 kanalen kun je dus meten. Je kunt hem ook dus afzonderlijk gebruiken, gewoon als kerntemperatuurmeter. Als je meerdere stukken erop hebt. Maar je kunt hem dus ook gewoon op 3 kern en 1 roostertemperatuur. En dan kun je dus ook de Billows erop aansluiten. En dan meet hij de roostertemperatuur en dan kun je hem daarop instellen. Verder heeft hij ook een rubber aan de onderkant, waardoor hij stevig staat. Hij voelt goed aan. Backlight heeft hij. En zoals je ziet, ik heb ze allemaal NAS 1, NAS 2, NAS 3, NAS 4 genoemd. Je kunt allemaal afzonderlijk instellen naar jouw wens, zeg maar. Je kunt hem natuurlijk ook met de app gebruiken. Nou, ik zal wat screenshotjes in beeld laten komen. De app werkt echt heel fijn, kan ik je zeggen. Vooral als je wifi achter in je achtertuin hebt. Dan kun je overal waar je bent, kun je gewoon inloggen op je signals. Dus moet ik zeggen, dat vind ik echt wel echt een pluspunt. Daarnaast is Thermowork gewoon echt gewoon degelijk spul. Als je dan bijvoorbeeld
de sensors kijkt. Het is mooi afgewerkt. Een veertje eromheen, zeg maar. Voordat dat je niet het kabeltje snel knikt of zo. Dus dat is echt gewoon heel goed afgewerkt. Maar dat mag je ook wel verwachten van een bedrijf als Thermoworks. En vooral voor de prijs die ervoor betaalt. Nou, de bellows is eigenlijk spreekt die voor zich natuurlijk. De dop die erop zit, dat is ook de afdichtingsdop. Je steekt hem eigenlijk zo of zo in de barbecue. En dan met de adapterplaat zet je hem erop vast. Ik had hem eerst zo. Alleen dan valt deze afdichtingsdop eruit. Maar ja, goed, ik had hem eigenlijk zo van, nou goed, ik heb natuurlijk een mancave. Dus niks aan de hand. Maar ik had hem eigenlijk zo, omdat hier is de USB-C kabel. Dus ik dacht bij mezelf, nou stel dat je inderdaad aan barbecue bent en je hebt geen mancave. En je staat in de regen. Dan wil je niet dat water erin loopt, want hij is spatwaterbestendig. Nou, dat is hartstikke mooi. Alleen je wil natuurlijk niet dat het water erin loopt. Dus ik had hem zo en ik merkte dat op een gegeven moment die dop eruit was gevallen. Dus hij moet wel echt rechtop gemonteerd worden. Het zal reuze meevallen qua vocht en water natuurlijk. Maar ja, better safe than sorry. Ja, goed, het is gewoon een hartstikke mooi apparaat natuurlijk. Mooi, stevig, solide. Je hebt altijd natuurlijk een juiste temperatuur. Zowel op het rooster als de kerntemperatuurmeter. Je kunt zondag gewoon gezellig op de koffie gaan. Want je hebt altijd contact met je signals. Want je kunt hem op afstand instellen met je wifi. Moet je natuurlijk wel wifi hebben achter in je tuin of waar je barbecue op staat natuurlijk. De app die werkt heel erg goed. Je hebt Bluetooth en wifi. Nou ja, goed, Bluetooth 30 meter, maar dat is afhankelijk van natuurlijk wat er allemaal nog voor en tussen staat. En wifi moet je natuurlijk wel bij je barbecue hebben. Maar het werkt wel echt heel erg fijn. Het is een vierkanaals controller. Mocht je hem zonder de billo's gebruiken, heb je een vierkanaals controller. Super, super handig en super gaaf natuurlijk. Ja, en hij is waterbestendig, splashproof zoals ze het noemen. Als ik dan nog nadelen moet noemen, ja, die dop die eruit viel. Ja, ik weet niet of dat een nadeel is, want ja, ik had hem natuurlijk verkeerd om gemonteerd. En ze zijn natuurlijk wel goed geprijsd. De signals alleen is op Vonk €302. En de billows is €92. Dus ja, dat zijn best wel flinke bedragen. Maar ja, daar krijg je ook wel echt kwaliteit voor terug, moet ik zeggen. Nou goed, de eindconclusie. Ja, is dit iets voor jou of voor wie is deze barbecue controller bedoeld? Nou, ik zeg de controller, de signals alleen, die kan denk ik iedere barbecue wel goed gebruiken. Er zijn natuurlijk andere varianten. Je hebt ook nog de kleine broertje van de signals, de smoke. Die heb je natuurlijk ook. Dat is een tweekanaals controller. Wil je meer? Ja, dan is een vierkanaals controller. Perfect. En dan is de signals echt een heel mooi apparaat. De signals inclusief de bellows, dus echt een barbecue controller. Ja, op de verpakking zelf zeggen ze al dat het eigenlijk bedoeld is voor barbecue teams en professionele koks. Echter, ben jij iemand die het makkelijk vindt om bij langere sessies zo'n controller te hebben en heb je het geld ervoor over, ja, dan is dit echt wel iets voor jou. Zo'n controller is gewoon super makkelijk en het feit dat je hem kunt uitbreiden is natuurlijk ook wel mooi. Stel dat je zegt van, nou, ik wil eerst gewoon een barbecue controller hebben. Dat ik wil weten wat mijn kerntemperatuur is. En misschien volgend jaar pak ik de bellows erbij, omdat dat makkelijk is. Weet je wel, dat is wel makkelijk bij deze set. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal heel persoonlijk. En die keuze laat ik aan jou over. Overigens, alle producten die ik heb genoemd in deze review, die heb ik een linkje hieronder in de beschrijving zetten. Dus mocht je interesse hebben, hieronder in de beschrijving staan de linkjes en daar kun je op klikken en dan kom je bij het product uit. Nou goed, dit was de eerste 5-minute review. Ik heb niet getimed, dus ik hoop dat ik binnen die 5 minuten ben gebleven. Maar ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. Druk nog gelijk op dat belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw videootje upload. Dan ben jij er als eerste bij. En wil je me volgen op Instagram en Facebook, dan kan natuurlijk @NaskuBarbecue. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende.